nog één ding zeggen. Ik ben een heel week bezig geweest met de mensen die de LED Bible kennen mm, of gaming ja. Bible. Die hebben dus ook oh een gaming God, Bible ja. page. Het is een stom nieuwtje ze. Um, ja, vertel het maar ze, want het is echt schandalig. Mm -hmm. Ja, ik kreeg dus vorige week een bericht uh, of twee keer geleden, ik kreeg ik een bericht van LED Bible. Hé, hey, Merci, uh, we hebben een filmpje van u gemaakt, van uw gamecollectie en we zijn dat graag online zetten. Ik zei, goh ja, Kik, ik heb uh, niet zo'n goede ervaring met jullie gehad toen dat ik origineel, dus ik wou origineel toen ik nog bezig was met mijn collectie, januari 2019 is dat denk ik, heb ik, kunnen, een, een, uh, heb ik mijn YouTube-filmpje dat, dat ik heb gemaakt van heel mijn collectie, heb ik doorgestuurd en hij zegt van, wil daar niks mee doen. Dus je kunt zo'n submission doen van uw clipje. En dan kreeg ik een mail terug van, Kik, ja, um, als je op onze. Wacht je, als je dit tekent. Dan geef je alle rechten van je filmpje exclusie van ons, dan mogen geen andere website gebruiken. En dan geven jij 100 pond als het op onze frontpage komt. En dan heb ik teruggestuurd, fuck you. Um, dat is letterlijk zo gebeurd. Dat heb ik ook echt zo geschreven. Ik, uh, I don't get around. Um, en dan bleven die mij spammen, mails me, elke dag van. Hey, moet dat nog tekenen? Moet dat nog tekenen. En dan heb ik ook nog een keer een fuck you teruggestuurd. Ik heb gezegd dat als ze niet stoppen met de mail, dat ik de GDPR-wetgeving ging aanspreken en zo verder, bla bla Whatever. Um, dus twee weken geleden, dus dat is al bijna anderhalf jaar geleden, twee weken geleden keek ik een berichtje van, hé, hey, we hebben de filmpje van u gemaakt en we gaan dat posten. En ik zei, nee, dat gaat je niet doen, want ik heb niks getekend. <laughs> uh, zij hebben gezegd, ons legal team gaat met u in contact komen om dat te bespreken. Ik heb gezegd, je moet me niet contacteren, want ik wil niet dat je het post. Dus legal team contacteert mij. Um, die zeggen: Ah oh ja, dat is jammer dat je zo ervaring hebt gehad. We gaan het allemaal uitzoeken. Voilà. Um, plotseling krijg ik een bericht op Discord: Hé, hey, filmpje staat op Gaming Bible. En ik zeg: Wel, dat sukt. Um, geen credits. Alleen ergens staat er: uh, De gaming fan Janox, zo weet wel, zo'n subtitelje dat vlucht passeert in het filmpje zelf. Geen links, niks anders, whatever. Dus ik mail die fucking lawyer direct. Ik zeg, jij gaat dat nu offline halen, ik heb daar niet voor getekend. Ik krijg een mail van hun, ah ja, sorry, um, dat was helemaal niet de bedoeling, stuur me de link, ik zorg ervoor dat het offline gaat. Ik zeg, oké, okay, cool, merci, dat je dat dan toch wilt doen. Ze halen dat filmpje offline. Uh, een uur later, ah oh, zeg, um, ik heb hier juist het contract overhandigd, gekeken dat je hebt getekend, je hebt alles gesigned bij ons, we gaan toch je filmpje posten. Ik zeg, nee, dat gaat je niet doen, want dat is niet mijn handtekening. Lang verhaal daar rond. Uh, zij beweren dat ik dat dus toch heb getekend. Um, ik zeg: Jij gaat dat niet doen. Bla bla. Heen en weer een mail. Plotseling mijn filmpje weer gepost. Um, ah. Ik zeg: uh, Guys, zij zijn er nu echt zo fucking dom? Of hoe zit het? En zij hebben nu gisteren. Dus ik heb een paar dreigemails gestuurd. Van: Hey, gasten, ik ga hier echt iets mee doen. Ik wil niet dat jullie dat posten. Eén, het maakt me niet uit dat je mijn content gebruikt. Echt. Iedereen dat dit hoort of zo hebben mijn content erbij. maakt mij niet uit. Maar als jij tegen mij zegt, hey, merci dat jij content online hebt staan, teken dit contract dat alles exclusief van ons is, dat niemand anders dat mag gebruiken, dan vind ik u niet zo fijn en dan wil nee. ik niet dat ik met u in zee ga. Um, dus het is mij eerder een principe kwestie dan uh, whatever. Want ik heb ook gezegd, ik heb die collectie niet meer. Ik vind dat ook een beetje raar dat dat nu wordt gepost, snapt je? Zwat. Um, dus ik heb gezegd, het is een principe kwestie ik wil niet dat je dat nog post. Um, en zij hebben nu gisteren nog een mail gestuurd van kik. Je hebt dat online getekend. Je hebt daar goedkeuring voor gegeven. Wij willen ons contract, het contract tussen u en ons niet uh, opschorten. Maar uh, we gaan toch het filmpje offline halen en uit onze database verwijderen. Dus ik heb iets van gegeven toe dat er fouten zijn, maar je wilt toch ons contract. Ja. Dus ik heb nu nog een laatste keer teruggestuurd van Kik. Um, ik wil niet. Ik ga nooit iets van jullie shit ooit tekenen. Ik wil niet dat je mij ooit nog contacteert. En als ik mijn footage nog een keer online zie, dan ga ik wel effectief uh, daar iets mee doen. Eén voor forced signature. Um, want zij hebben mij mijn handtekening gestuurd. En dat is gewoon mijn naam voluit geschreven in een font. That's Oef. it. Dus geen zo, handtekening. Ja. Zo handtekening font zo op, op ja. dat font of zo. Ja, zoiets. Oh, dat was awful. Dat was dat awful. Was dus ik zeg van... Ze hebben daar ook nooit echt antwoord op gegeven. Zij blijven gewoon zeggen... Nee, nee, je hebt wel getekend. Oh, Leon. En, en dan heb ik alle mails gestuurd. Want het ergste is... Vorige week sturen ze mij nog een mail terug. Van... Hé, maar ik zie dat je filmpje hebt gesubmit op onze website. Mogen we dit posten? En ik zeg... Maar waarom stuurde mij plotseling die mail... Nadat je zegt dat ik alles getekend heb? snapte zo? Niks van hun tijdlijn klopt. Ja, ja, ja. Of wat dan ook. Want ook wanneer dat ik die handtekening heb gezet... Volgens hun een uur later heb ik zelf nog een mail gekregen van hun. Hey, please, teken dit. Dus er ja. klopt niks in die tijdlijn. En ja, er is... Ja, ik... In het begin vond ik het grappig tussen twee aanhalingstekens, maar het begint mij wel een beetje te annoyen, dat Zo'n groot bedrijf, van het probleem is, ze hebben ondertussen al een half miljoen views gehaald of zo, op die video. Oh. Um, dus dat zal waarschijnlijk wel wat inkomsten opgebracht hebben ook, alleen aan reclameinkomsten. Dus daar heb ik iets van, ja, gasten, is het gewoon... Geld te verdienen op mijn rug. Terwijl ja. ik heb gezegd dat dat niet zo is. Plus die 100 fucking pond dat ze mij gingen betalen als ik op de frontpage zit. Als ik dat dan alsnog getekend heb, heb ik ook niet gekregen. Dus daar kan ik eigenlijk ook nog een claim op doen. Allee, het probleem ja, is: iedereen op zo. Deze, op deze manier ja, kunnen ze keihard gewoon eigenlijk hun schade doen. Ja. En dan hun kakken intrekken. Maar uiteindelijk, je weet ook goed genoeg: de meeste views gehaald in de eerste 24 uur. En daarna ja. zijn er minder. Hè? Dus je weet goed genoeg dat dit. Doelbewust is dat spel dat ze met u aan het spelen zijn, omdat ze ah, eigenlijk op deze manier hun, hun tracks aan het coveren zijn, maar hmm. aan de andere kant kunnen ze ook wel een video aan alle copyrights schending wel online hebben gezet en hun cash opgehaald en dan hop, video weg dat ze uit de kosten zijn geraakt. Wat, uit de kosten? zal zou wel een pak meer zijn. Want ik, er zijn andere websites. Want het, het gekke is, omdat dat filmpje online is, kreeg ik natuurlijk allemaal mails van andere bedrijven die zeggen: mogen je filmpje gebruiken? En ik heb overal hetzelfde gestuurd: van kijk, van mij mogen jij gebruiken wat jij wilt, maar ik heb die collectie niet meer, dus ik vind dat gewoon raar. Um, en bij die ene was van Gamebyte, wat dat zo de tweede grootste gamingpagina is op Facebook. Die hebben ze 3 miljoen volgers of zo. Ik zeg: ja, maar. Je hebt mijn filmkanaal veel gepost. je repost dat elke twee maanden. Die hebben echt zoal 4 miljoen views of zo. Ik bedoel, Gunder hebt er al redelijk hard op gecast, Ik zeg, je doet wat je wilt. Maar ik zeg, als je naar je videodatabase gaat, daar staat die al. Maar ja, dat is wat dat er zeiden. Ik zeg, er zijn dus ook good guys out there. Maar, maar wat ik met mijn Lat Bible tot nu toe heb meegemaakt, is really weird. Ik wil gewoon. Ja, het is wat. Ja, het zijn kakkers. Ja, ik wil dat gewoon melden omdat ik zeg van, be careful out there. Um, ja. Het is een rare wereld.